welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Ik ben op de club omdat Sila vandaag een wedstrijd heeft. En die ga ik kijken. Het is een thuiswedstrijd, dus lekker dichtbij. Wij zijn weer thuis. Het was een hele leuke wedstrijd. Sila heeft gespeeld, gelukkig. Ook super goed gespeeld. En als klap op de vuurpijl ook gescoord. Hartstikke fijn. Ze hebben ook 2-0 gewonnen. Wat ook super goed is. En nu zijn we weer lekker thuis. We gaan heel even lekker chillen. En het is ook al best wel laat en dan gaan we lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Een goede dag. Het is alweer de volgende dag. Ik sta in de lift samen met Sila. En we gaan samen even gezellig lunchen. Het is vandaag weer heerlijk weer. Het is thuis niet te doen. We hebben geen airco. Het is echt zo warm. En omdat wij zo hoog wonen is het alleen maar warmer. Hoe hoger je woont, hoe warmer het is. Wat echt natuurlijk logisch is. Maar ja, kijk die zon. Ik vind het wel heerlijk hoor als je buiten bent. Maar binnen is het echt niet te doen. Maar goed, wij gaan even lekker lunchen. En daarna... niet echt veel. Ik moet wel koken weer vanavond. Ik weet absoluut nog niet wat ik ga koken. Ik denk iets met rijst, omdat we heel lang geen rijst meer gegeten hebben, Siel. Dus ja, we moeten even bij kookmutjes kijken of waar dan ook. Wij zijn alweer thuis en we hebben even lekker gerust, want het was zo warm. Ik ben ook echt nog rood van de hitte gewoon thuis, want het is thuis super warm. Dan moest ik ook nog koken, dat is echt niet te doen. Ik had er ook echt geen zin in, maar het moest. Vandaag op de planning stond kip met ketchup, mayonaise en rijst. Want ik zei al, we hebben heel lang geen rijst meer gegeten. Dus ik dacht, we gaan weer lekker rijst eten. Dit is geen recept van kookmutjes. Dit is gewoon van Google. Website heet eetmetdanielle.nl. Kip, ketchup. Eigenlijk is het met broccoli en rijst. Maar goed, ik had geen broccoli in huis. En Siel die houdt ook niet echt van broccoli. Dus dat kwam eigenlijk ook alleen maar goed uit. Het is dus met rijst, kipfilet. Even kijken. Ik weet het gewoon niet meer. Oh ja, bosui en courgette. Ja, wij zijn echt gek op courgette hier in huis. Dus dat. En een ketchup mayonaise erbij gedaan. Sojasaus, 2 eetlepel honing. Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe het smaakt. Want het is de eerste keer dat ik het maak. We gaan zo lekker even proeven. En ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Dit is het geworden. Ik heb een beetje groene groentes gebruikt vandaag. En dan heb ik hier de rijst. Heerlijk. Wij gaan lekker genieten en ik ben echt benieuwd of we wel echt gaan genieten. Moet wel lekker zijn natuurlijk. Wij zijn klaar met eten. Het was echt super lekker. Het is echt een receptje die ik ook echt ga opslaan. Want je hebt het binnen 20 minuten letterlijk op tafel. Super fijn. Ja, het was echt lekker. Ik ben echt verrast. En Siel was ook echt verrast. Dus het is mooi meegenomen. Ik ga nu lekker op het balkon even mijn serietje kijken. En daarna gaan Sila en ik ook nog Narcos kijken. En daarna gaan we lekker naar bed, denk ik. Ja, hoewel het wel al 9 uur pas... Nee, het is pas 9 uur. En ja, buiten is gewoon zo lekker nu. Binnen is nog steeds zo warm. En buiten is gewoon heerlijk. Heerlijk, heerlijk.
ik geniet daar echt van. Je waardeert het toch wel meer als je lekker buiten kan zijn. In de buitenlucht, lekker een windje, heerlijk in plaats van binnen in die hitte. Ik werd gewoon gek en dan moest ik ook nog koken. Maar goed, alhamdulillah, het is allemaal gelukt, gelukkig. Nu ga ik mijn serie kijken. En ja. Wij hadden nog even een tijdje buiten gezeten op het balkon. En nu zijn we weer binnen. Ik ga me lekker klaarmaken voor bed. Ik ben best wel moe. En dan zie ik jullie morgen weer. Een goede dag. Het is alweer de volgende dag. Het is best wel laat. Ik heb vandaag helemaal niks gedaan. Lekker veel geluierd en heel veel afleveringen gekeken van mijn serie. Jane the Virgin. Sila heeft vandaag heerlijk gekookt. Hij heeft weer de welbekende taco's gemaakt. Waar ik super veel zin in heb. Ja, verder gaan we ook niet echt veel meer doen, hè, Sil? Gewoon lekker thuis. Morgen weer een wedstrijd. Daar ga ik wel weer naartoe, als het goed is. En verder, ja, we zitten lekker op het balkon. We gaan lekker hier eten. Want het heerlijk. Hier heb ik nou net zin in. En met een prachtige uitzicht erbij. En daar gaat de zon net onder. Wij hebben heerlijk gegeten en daarna heb ik mijn haar gefeund. Het ziet er weer uit zoals het eruit zou moeten zien. Ik heb helemaal niet verteld, maar vanmiddag zijn de koffers aangekomen. Ze zijn gebracht. We hadden eigenlijk gepland om ze zelf op te halen. Alleen er bleek 2 uurtjes heen, 2 uurtjes terug te zijn. De reistijd. Dus daar hadden wij niet zoveel zin in. En als we iets betaalden, dan zouden ze het komen wegbrengen. Dus vandaag zijn ze weggebracht. En ja, zijn we super blij. We hebben weer meer kleren. En onze schoenen ook weer. Hier zijn ze dan. En nog 1 grote koffer, maar die had ik al opengemaakt. En die is eigenlijk zo goed als al uitgepakt. Super blij mee. En wij zijn net klaar met Raja bidden. En nu gaan we een aflevering kijken van Narcos. En dan gaan we lekker naar bed. Dus ik wil de avond afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. Een goede dag. Het is alweer de volgende dag. Ik zit in de auto. Ik ben helemaal klaargemaakt. Ik ga zo een wedstrijd kijken van Siel. Eigenlijk is die al begonnen. Ik ben al te laat. Maar dat maakt niet uit. Ik heb Sila vanochtend al afgezet bij de club. Omdat hij 3 uurtjes eerder aanwezig moet zijn. En nu ga ik daar naartoe. En dan ga ik de wedstrijd kijken. En hopelijk komt hij erin. Want hij zit wel bij de selectie. Alleen hij staat geen basis. Dus we gaan het zien. Ik hoop ook dat het weer een goede wedstrijd wordt. Aangezien ze 3 dagen geleden 2-0 gewonnen hadden. Laten we hopen dat het vandaag weer 2-0 wordt. Of zelfs meer. Ik neem jullie gezellig mee. Final substitution for the Owls, we're taking Barry Manning, which is replaced by number 14, Silasau. Wij zijn alweer een tijdje thuis. Wij hebben heerlijk gegeten. Gedronken, gekletst en nu gaan we lekker een drankje doen. Ik ga me even omkleden en dan gaan we lekker even naar buiten toe. Ik heb me omgekleed. Ik heb een suit aan van de Primark, een topje van de Zara en ook hakjes van de Zara. Wij zijn weer thuis. We hebben het super gezellig gehad. We hebben gezellig gekletst. Lekker wat gedronken. En nu zijn we weer thuis. En zoals jullie zien heb ik mijn badjas aan. Ik ga me klaarmaken voor bed. En dan lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Een goede morgen. Het is alweer de volgende dag. Siel en ik zitten heerlijk op het balkon. En het is vandaag zondag. Dat betekent onze cheat day. Dus wij beginnen onze dag heerlijk met een tosti. Heerlijk. En dan of course met ketchup erbij. Kan niet zonder. Super lekker. En vergeet de kipfilet niet bij de tosti, hè? Heb je ook kipfilet erbij gedaan? Zeker. Oeh, dat wist ik niet. Laat zien dan. Zie je hem hier heel klein? Ja, ik... Het is enorm warm. Het is vandaag weer zoals gisteren 32 graden. Dus Sila en ik gaan lekker zwemmen.
Ze hebben hier niet echt strandjes of meertjes of hoe zeg je dat, kanaaltjes toch? Heb je toch ook? Ja. Rivieren en zo, dat hebben ze hier helaas niet. Dus we hebben wel een hotel gevonden, Mercure Hotel, waar ze zwembad hebben. Helaas nemen ze niet op, dus we gaan er gewoon naartoe. En gewoon hopen dat er plek is voor ons twee. Geen inshallah. Geen inshallah. Heel goed, Sila. Knap. Wij zijn weer thuis. Wij hebben heerlijk genoten. We hebben lekker gezwommen. We zijn helemaal opgefrist. Precies dat wat we nodig hadden. Het was echt super lekker. En omdat het onze cheat day is, hebben we ook daarna een heerlijke ijsje gegeten. Wat ook echt super lekker was. En nu zitten we weer lekker op het balkon. Even nagenieten. Binnen is het nog steeds super warm. En buiten is het heerlijk. En we hebben onze oude bank. Tenminste, het bank van het huis. Die we binnen hadden staan, hebben we nu buiten gezet. Zodat we hier lekker kunnen chillen, lekker kunnen liggen tot heel laat. En ja, dat bevalt ons wel. Heerlijk eten. We hebben vandaag weer voor hamburgers gekozen. Wat natuurlijk onze favoriet is op onze cheat day. Ik heb er super veel zin in. Het ziet er zo uit. Het is gewoon een hamburgertje van de slager. Ja, islamitische slager is dat. Met sla, uien, jalapenos, cheddar cheese en burgersaus. Heerlijke frietjes maar erbij. Maar kan je dit even filmen? Dat is echt belangrijk namelijk. Hè? Oh. Ik weet niet of iedereen weet wat dit is. Maar? Maar als je het niet weet, alsjeblieft haal het snel. Echt niet normaal lekker, man. Het heet Vimto. Vimto. Dit is geen sponsor, reclame, wat dan ook. Ik wil gewoon graag dat iedereen proeft hoe lekker dit wel niet is. Ja, het is super lekker. Ik heb die voor dit keer ook gekozen. Vorige week had Sila deze genomen. En toen had ik een slokje genomen. Dat was super lekker. Toen dacht ik, volgende week zondag neem ik ook deze. Yes, wij gaan lekker genieten. Wij zijn net klaar met burgers eten. Het was weer super lekker, zoals altijd. Met een heerlijke drankje erbij. Nu zitten we op bed, tenminste... Ja, we gaan een serie kijken. Aflevering van Narcos weer vandaag. En daarna gaan we lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen weer. Een goede morgen. Het is alweer de volgende dag. Ik heb nog niet heel veel gedaan. Ik ben net wakker. En ik dacht, ik ga vandaag weer even lekker sporten. Helaas heb ik geen sportkleding meer, omdat ik ze allemaal heb weggegooid. Omdat ik dus dacht dat ik ging verhuizen. Wat uiteindelijk last minute toch weer werd afgeblazen. Dus ik had mijn sportkleding weggegooid, omdat mijn koffers zo vol zaten. En ik dacht, ja, die sportkleding, dat maakt niet uit. Ik koop gewoon weer nieuwe in het land, in het land waar ik ben. Maar goed, ja. Door de drukte heb ik ook echt al een paar dagen niet gesport. Dus vandaag dacht ik, ik ga gewoon weer sporten. Ik ga sportkleding halen. Gelukkig is dat ook gewoon in dezelfde straat. Dus dat komt goed uit. Ik begin de dag vandaag met een banaantje. Ik doe altijd voor het sporten niet eten. Tenzij ik super veel trek heb. En dan begin ik gewoon met een banaan. Dus die ga ik nu opeten. En daarna ga ik de deur uit. Ik ben weer thuis van het sporten. Ik ben best wel heel erg eigenlijk vermoeid. Het was echt heel zwaar. Vooral als je een paar dagen niet geweest bent, of ongeveer een week, want ik ben ongeveer een week niet geweest. Als je een week niet geweest bent en je gaat dan weer, dat is echt weer helemaal inkomen. Maar goed, ik voel me wel lekker erna, dus dat is wel fijn, dat is positief. Ik ben nu weer thuis en ik ga nu ontbijten / lunchen. En tegelijkertijd ga ik een aflevering kijken van Jane the Virgin. Ik heb gekozen voor 2 crackers. 1 met tomaat en komkommer. En de ander met kipfilet. En natuurlijk een beker water erbij. Want ik moet natuurlijk superveel blijven drinken. Vooral ook met deze mooie dagen probeer ik wel echt 2 liter aan te houden.
Het lukt niet altijd, maar ik doe mijn best. Ik heb heerlijk ontbeten slash geluncht. En ik had vanmiddag had ik een pakketje binnengekregen, maar nog niet geopend. Ik dacht, ik ga dat gezellig met jullie doen. En vanmiddag toen ik ook de stad even inging voor een sportpakje, heb ik ook een heel leuk jurkje gescoord. En als het goed is, past het bij die leuke schoentjes. We gaan even checken. Super stoer. Ik vind ze echt, echt heel stoer. Vooral ook dat labeltje dat er zo aan hangt. En het blauwe kleurtje lijkt echt een sponsachtig. Super leuk. Nou, dit is het jurkje. Deze jurkje komt van de Primark. Die heb ik dus vandaag gescoord toen ik ook sportkleren ging halen. En deze sandalen zijn super stoer. En ik dacht met het jurkje maakt het een beetje stoer, schattig allebei. Dus ja... Ik denk dat ik ze ga houden, allebei. Ik vind ze echt heel leuk. En je kan ze zo doen, maar dat vind ik wel... De mouw vind ik dus ook niet echt mooi. Zo leuk, het leek een beetje... Ja, plof of zo. Yes! Ik ga beginnen aan een nieuw recept die ik weer via Kookmutjes heb gevonden. Dat heb ik dus nog niet gemaakt. Het heet aardappelschotel met kip en champignonsaus. Dat trekt mij eigenlijk... Wel heel erg, dus ik dacht ik ga het vandaag lekker maken. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ik heb de groenten gesneden. Ik heb een courgette, 1 aubergine, 1 rode paprika en 250 gram champignons gebruikt. En 1 uitje gesneden. En dit gaat allemaal zo in de pan. Ik gebruik neppe kip. Het is geen echte kip. Maar ik hou me wel gewoon aan het recept. Dus ik heb precies dezelfde kruiden erin toegevoegd. En ik heb daarvoor ook nog aardappeltjes gekookt en in kleine stukjes gesneden en daarna gekookt. En nu ga ik de boter, melk, zwarte peper en zout aan toevoegen. En dan ga ik het, hoe noem je dat? Preppen? Prappen? Prappen. Ik weet het niet. In ieder geval gewoon glad maken. 1 geheel. En daarna ga ik pas de groentes koken. Ik heb... de aardappelmengsel wat ik had gekookt, heb ik nu als eerste in de pan gedaan. En vervolgens ga ik de kip erin doen en dan de groenten met de champignonsaus. En daarna komt de geraspte kaas bij. Aardappelmengsel zit erin, de kip zit er ook op. En nu dan de laatste stap, of ene laatste stap. De groenten heb ik er ook nog bij gedaan en nu komt de geraspte kaas en dan gaat het ongeveer voor 10 à 15 minuten in de oven. Ik ben klaar, het eten is klaar, wij gaan lekker proeven en ik laat jullie zo weten wat wij ervan vonden. Het ziet er in ieder geval super lekker uit. Wij hebben heerlijk gegeten, het was echt super super lekker. Ik zou het recept wel onder in de beschrijving plaatsen. Voor degene die dat ook een keer wil maken. Want het is echt een aanrader. Voor nu gaan wij even bidden. En daarna gaan wij een aflevering kijken voor Narcos. En dan gaan we denk ik naar bed. Ja, want dan zou het al best wel wat later, best wel wat laat zijn. Hierbij wil ik de vlog afsluiten. Ik zie jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden.